Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en Maxime en vandaag gaan wij weer lekker de F1 2020 pre-season doen. Dit weekend is het eindelijk zover. Dan gaat de eerste race weer beginnen op Oostenrijk. En ik kan echt niet wachten om weer wat real life action te zien. We gaan vandaag dus weer verder met de Grand Prix mode. Momenteel staan we derde in het klassement met 93 punten. Misschien kunnen we nog Bottas inhalen, maar Hamilton loopt er best wel uit. Het is tijd voor race nummer 7 van dit eerste F1 kalendertje. En dat is in België. Dus een van mijn favoriete tracks. En dat wordt gewoon heerlijk racen. Nou, dan gooien we de setup van Spa erop. En gaan we lekker onze kwalificatierondjes doen. Heerlijk. Vind je deze serie nou leuk? Smash vooral op dat blauwe duimpje omhoog. En smash wel helemaal dat blauwe duimpje omhoog. Als je niet kan wachten tot het F1 seizoen weer gaat beginnen. En de nieuwe game F1 2020 uitkomt. Want daar ga je ook heel veel van terugzien op mijn kanaal. Dus een subje is ook geplaatst. En vergeet natuurlijk ook niet het belletje aan te zetten. Zodat je geen enkele video mist. Nou, ons eerste rondje. Halve seconde achter Hamilton. Nou, eens even kijken wat de rest doet. Oeh, Bottas die gaat een seconde sneller. Dus laten we ook snel naar de track gaan en even ons rondje verbeteren. Nou, bocht 1 hebben we al 2/10 gewonnen. Lekker hoor. En we hebben nog wat foutjes net met de blokkerende wieltjes. En alles. Dus dat gaan we ook even uithalen. En dan rij je er zo'n 1,1 seconde vanaf. En dan komen wij... What? You've just put in the fastest lap. Good job. Nou, laten we dan even naar de grid kijken. Oh, als we maar die pole hebben kunnen houden. Nee, Bottas. Verdomme. Bottas zit op pole. Dan Vettel. En daar zijn wij. Jezus, hoe... Nou, de top 4 binnen een tiende. Hou op hoor. Dan hebben we Hamilton, Kimi, Hulkenberg, Perez, Sainz en Grosjean. Dan hebben we Albon en Gasly. Albon 11e. Kvyat, Giovinazzi, Magnussen, Ricciardo, Stroll, Norris. Ook helemaal achteraan. Russell en Kubica. Nou... Dat is niet best. De race-strategie is 5 ronden op de soft, dan 6 op de medium met 12,5 rondje fuel. Alright, there we go. We staan klaar voor de start. En lights out. Bottas is goed weg. Vettel ook. Ik ging buiten om kijken, maar dat is niet gelukt. Bottas rijdt al weg. En nu wordt het bijhouden. Oh, ze gaan dan naar binnen. Ze gaan al verdedigend rijden. Nice. Bottas is wel verdomd snel hoor, jeetje. Als ik dit moet gaan bijhouden. Oh, moet ik wel ook even wat beter gaan remmen. Anders dan komt Leclerc zo meteen even langs gemonjourd van hey, adios amigo. We moeten de eerste 3 ronden binnen de DRS blijven, anders dan... hebben we het vergooid. Leclerc die komt echt al dichtbij. Oh, Vettel zet hem naast Bottas. Kan die er voorbij? Oh, jutje. Nee, Bottas kruist hem terug. Ik was even iets te gefocust op het gevecht hier voor ons, jongens. Oeh, ze zitten dichtbij, hè. Maar kijk, zij verliezen hier ook tijd, waardoor ik weer wat dichterbij kan komen. Dus dat is mooi meegenomen voor ons. Kijk, we zetten de snelste lap neer. Nice. En we zitten een halve seconde van Vettel af. Dus we hebben nog DRS. En die hebben we echt nodig. Oké. Kom maar op, kom maar op. Zet hem op overtake. En high. Rich. Bottas verremt zich. Oh, Vettel zit nog naast ons.
En we zijn er voorbij. Nu moeten we proberen om binnen die DRS van Bottas te blijven. Maar het lijkt wel alsof zij veel ERS hebben gebruikt of de banden al zijn aan het slijten. Want ze gingen opeens in ronde 3 ging het langzamer. Nu is de jacht op Bottas geopend. Neel. Spa is wel ook een van mijn favoriete circuits hoor, dames en heren. Daar moet je natuurlijk een beetje rekening mee houden dat ik misschien iets sneller ben op dit circuit dan sommige andere circuits. En we gebruiken heel veel ERS. Dus daar moeten we ook een beetje mee opletten en dadelijk wat meer gaan sparen. En dan gaan we achter Bottas aan door Eau Rouge. Over Radiant. En we lopen in. Oeh, kut, ik zit tegen hem aan. Dat heeft mij afgeremd. Ah! Maat! Oh my god. Dat ging ook maar net goed. Ja, collision, niet zo gek. En dan is het tijd voor de pitstop. Deze pitstraat is altijd super smal. Er gaan nog wat andere mensen naar binnen, maar oeh, hier komt net een slinger aan auto's. Als ik hier in het verkeer kom. Oh, ik kom in het verkeer. Hier is Albon wel. We zitten achter Kvyat. Oké, hier moet ik snel aan voorbij. Oké, dit is op zich niet heel erg. We hebben gratis DRS van hem gehad. En we zitten net voor die langzame slinger aan auto's. Albon die zit gewoon achter een Toro Rosso. Meen je dit? Albon zit gewoon achter Gasly. En hij gaat naar binnen. Alexander is coming in for a stop. Oké, dan gaan we achter meneer Gasly aan. Hij ligt nu op de derde plek, maar hij moet nog pitten uiteraard. Ik ben heel erg benieuwd waar Bottas en zo dadelijk terugkomen. Maar wij lopen hier lekker in. DRS aan. En dan gaan we er voorbij. Oh, kijk eens wie daar in de pit zijn. Het is Bottas en Leclerc. Terwijl wij de snelste lap neerzetten. En we zijn dan voorbij. We hebben heel veel tijd gewonnen met die pitstop. Wow. Hamilton heeft zelfs Bottas ingehaald. Oeh, die is genaaid. We rijden nog vooraan. De gap wordt alleen maar groter en groter. En is ondertussen al 3,8 seconden. Dat is wel aardig lekker, zou ik zomaar zeggen. En we doen even lekker rustig aan met de ERS. We zijn een beetje aan het sparen, want die was echt... We zaten op de 10%. En dan kunnen we nu weer wat meer gaan gebruiken. Oh, en daar komt Leclerc in één keer. Die is aan Bottas en Hamilton voorbij. Ze zijn daar echt flink aan het battelen achter ons. Dat moet een mooie strijd zijn. Maar wij rijden hier vooraan veilig aan de eerste plek. En het ziet er goed uit. En zijn we in de laatste ronde van de race aangekomen. Oh, wat blijft Spa toch een heerlijke track. En een heerlijk resultaat is dit, jongens. Een soort van thuis Grand Prix voor Max. Waar hij altijd met zijn prachtige speciale helmen rijdt. En daar gaan wij gewoon even eerste worden. Ik ben heel erg benieuwd hoe het nu met het kampioenschap gaat. Dus dat gaan we na de race snel checken. En daar hebben we de checkered flag, boys. Let's go! Hoho. Heerlijk eerste plekje dit. Absolutely awesome. Yes. Kijk, we hebben Christian Horner blij gemaakt. Let's go. En dan hebben we hier het podium. Wij zijn op de eerste plek. Naast ons hebben we Hamilton. En daarnaast Leclerc. Naar Red Bull aan top, jongens. Let's go. Nou, Albon is 9e geworden. Wat de hel. En dan zie je, jongens. We zijn naar die tweede plek toe gekropen. En we staan nog 34 punten achter Hamilton. Dat gaat dus wel lastig worden. Maar ik hoop dat we die tweede plek kunnen houden en voor Bottas kunnen eindigen de Mercedes. En als team staan we nog steeds 100 punten achter, dus dat wordt lastig. Vond je het nou een leuke video? Smash vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent en doe het belletje aan zodat je niks mist. En zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later!